De Titostraat verkeert al decennia in een deplorabele staat. Deze straat in de wijk Kasabaolo is indertijd opengebroken om gerehabiliteerd te worden. Echter, daarvan kwam uiteindelijk niets terecht. Het gevolg was dat de straat onbegaanbaar werd voor verkeer. Het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie heeft op vrijdag 6 maart besloten verandering hierin te brengen. De weg verkeerde in een slechte staat. Dus wat wij doen nu is de weg eerst egaliseren. Dan de weg voorzien van een verhardingsmateriaal. Dat is een 08 materiaal. 08 materiaal dat heel goed werkt. Dat hebben we al maanden gezien dat het heel goed werkt. En dan gaan we de hele weg voorzien van een laag 08 materiaal. We zijn vandaag begonnen. Het is egaliseren met een roadgrader, dus die grote grader. Dan de weg voorzien van 08 materiaal. Egaliseren met gewoon een tractor. En daarna gaan we weer met die roadgrader op een profiel brengen. Want we hebben hem al op een profiel. Op een bepaalde verhang, dat het water niet midden blijft zitten. En dan gaan wij dus hem weer egaliseren met die roadgrader om hem een bepaalde profiel te geven. Dat hij een bolprofiel, wat we noemen bolprofiel, te geven. Dat blijft hij voor lange tijd heel goed. We hebben al in verschillende resorten heel wat wegen al aangepakt. We kunnen niet in één dag alles doen, maar in verschillende resorten, we praten over 12 resorten, hebben wij al heel veel wegen aangepakt. En na volle tevredenheid van de mensen. En we betrekken ook de RL-leden. En de organisaties die daar ook belangen bij hebben. Die worden ook bij betrokken. Het is een geweldige ontwikkeling na jaren dat we in deze situatie hebben gezeten. Dat het nu eindelijk aangepakt wordt. En dan, je hebt net gehoord van die heer, we hoorden het net dat het jaren meegaat, dus we zijn heel erg blij met deze ontwikkelingen binnen ons resort. De Titostraat was onbegaanbaar. Er waren verschoven tegels, stenen of hoe je ze, bakstenen of hoe je ze noemt, maar ze waren verschoven, ja, kuiltjes. Ik ben in mijn vrije tijd taxichauffeuse. Als ik een rit kreeg in de Titostraat of daarachter, moest ik helemaal omrijden, want het was echt onbegaanbaar. Het zat vaak ook onder water als er een beetje regen komt. En dat alles is nu verholpen. Dus we zijn enorm blij met deze situatie. Wel, bij deze wil ik u zeggen dat we al jaren bezig zijn. Sinds de vorige zittende regering hadden we aanvraag gedaan om hier beter te maken. En ze hadden OWI aangesteld om het te doen. Maar op een gegeven moment wist ik niet meer wat er zich allemaal heeft hier afgespeeld. Op den duur is het niet geregeld. De NDP-regering is aan de macht gekomen. We hebben ook een verzoek gedaan en we zien dat de NDP-regering een open oor voor ons had. En uiteindelijk is dit gerealiseerd. Ik ben vandaag gelukkig. Ik ben zeer gelukkig samen met de mensen van Kasabaolo en de mensen van de Titostraat. Ik moet zeggen hoe gelukkig ik ben als RL-lid om dit vandaag te zien. En mijn grote dank aan de NDP en de NDP-regering. Het werk is nog veel, maar zoetjes aan wordt het wel gedaan. Want ik zie dat OWI een frequent in de omgeving komt en ik hou het ook als RR bij. Maar ze doen hun job. Ze zijn wel zichtbaar. Dus het wordt gedaan. Okay. Ja. Rijden die lijnbussen ook hier langs in de Titostraat? Ja, ze reden wel hier langs. Maar de Titostraat was op een gegeven moment onbegaanbaar. Dus weet je, die mensen gaan niet hier komen rijden om hun bussen te breken en zo. Dus het was ook lastig voor de buurtbewoners. Dat ze op afstand, vooral wanneer het regende en zo, dat ze zo ver moesten lopen om naar huis te komen. Dus vandaag is echt een grote dag voor het resort Tamega.